Ilja Dodson blijft aan als minister van Natuurlijke Hulpbronnen. President Desi Bouterse heeft Dodson gevraagd om aan te blijven als minister en wel in 's lands belang. Volgens Star News heeft Dodson het verzoek ingewilligd. De minister heeft gisteren een langdurig onderhoud gehad met het staatshoofd op zijn buitenverblijf te Brokobakka. Het staatshoofd zei dinsdag op de persconferentie dat hij vrijdag, gisteren dus, antwoord zou geven op de vraag of hij de ontslagaanvraag van minister Dodson zou aanvaarden. Doe is de vorige week vrijdag uit de coalitie gezet door Bouterse. Volgens Doe is dat gebeurd na gemeen overleg. Daags daarna stelde Dodson zijn functie ter beschikking van de president. Hij zei dit te doen uit egards voor zijn partij.